Hey, en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Een Rijker Leven. Mijn naam is Rogier van Kuik, dit is aflevering 158. En die neem ik op nog net de dag voordat ik weer terugvlieg naar Nederland. Ik ben een maand in Barcelona geweest en dit is mijn appartement wat je hierachter ziet. In ieder geval een stukje daarvan van mijn woonkamer. En um, allereerst kan ik iedereen aanraden die een kantoorbaan heeft of, of, of voor zichzelf werkt of in loondienst werkt, maakt niet uit... Dat als je niet per se elkaar veel hoeft te zien op de werkvloer. wat we natuurlijk allemaal hebben geleerd. in de tijd van COVID, waar we nog steeds in zitten. Maar goed, we kunnen in ieder geval veel meer weer met elkaar omgaan. om eens te onderzoeken of het voor jou mogelijk is. om ja, voor een aantal weken bijvoorbeeld. gewoon iets in het buitenland te huren, daar te verblijven en daar te gaan werken. Want het is gewoon echt geweldig. Je, het, het leven in uh, een land waar het klimaat aangenaam is. waar lekker zon is, waar de. Uh, het weer ook stabiel is, hè? niet zo wisselvallig uh, als in Nederland. Uh, en in principe vanaf mei, tussen de periode mei en september is het in Nederland helemaal niet slecht. Maar eigenlijk daarbuiten ja, vind ik het zelf uh, al snel uh, beroerder worden. Maar het is maar net wat je, wat je fijn vindt natuurlijk. Maar om te onderzoeken of je eens kunt uh, gaan wonen en werken uh, ja, op een andere plek dan waar je nu woont. Als je die flexibiliteit natuurlijk uh, hebt. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Helemaal geweldig, je komt goed tot jezelf. En er zijn allerlei nieuwe creatieve ideeën die je weer, uh, ja, waar je vervolgens weer aan kan gaan werken. In deze aflevering wil ik even stilstaan bij twee zaken. Eén is de opvolging van Luna, de Terra. We gaan nu morgen, op 28 mei, als deze video dus online komt, deze is opgenomen dus op vrijdag 27 mei, op 28 mei om 8 uur ochtends gaat de nieuwe Chain Live en dan komt ook de nieuwe currency van Luna dus beschikbaar op ook een heleboel grote exchanges. Dat betekent dat de oude currency, wat vandaag de dag ja, dus op vrijdag uh, 27 uh, mei nog gewoon Luna heet. Dat gaat veranderen. En daar wil ik even een aantal dingen over vertellen. En daarnaast uh, gaan we ook even stilstaan bij het lending platform Celsius. Uh, maar wil ik ook nog even iets zeggen over bijvoorbeeld Nexo. En uh, ook te kijken naar hun native currencies, wat daarmee aan de hand is nu. En hoe dat, waar een aantal zaken zijn waar je in ieder geval rekening mee moet houden. En gaan we dat deze bear markt waar we nu in zitten nog langer gaat duren? Dat verwacht ik ook. En wat daar potentieel de effecten van zijn, en wat dus risico's zijn waar je, je extra van bewust moet zijn als je dat nog niet al wist. Nou, allereerst dus de, de Terra 2.0 komt eraan. Ja, dat is de nieuwe, ja, eigenlijk de reboot van Terra 1 natuurlijk. En we weten dat het allemaal gruwelijk mislukt is. Waar dus met UST, de stablecoin, de algoritmische stablecoin, waar ik zelf duizenden euro's ook op heb moeten afschrijven, helaas, les geleerd. Er komt dus een nieuwe versie Terra 2.0 zonder dus een algoritmische stablecoin. Maar dus wel een blockchain. Waar ook eigenlijk de decentrale applicaties die draaiden op Terra 1, die gaan veelal ook mee naar Terra 2. Dus meteen voor mij: het eerste wat dat oproept is de oude Luna token. Die heet dan straks Luna Classic. Ik weet even niet hoe de naam uit mijn hoofd, maar dat heb ik hier wel. Uh, even kijken waar dat heeft Binance keurig netjes uitgezocht. Dat wordt dus straks Luna Classic. LUNC, uh, wordt de, uh, dat is zeg maar de huidige token die op vrijdag 27 mei nog actief is. Eigenlijk de oude Luna token, wordt dus LUNC. En uh, UST krijgt ook een andere naam, dat wordt USTC. Dus dat betekent UST Classic. Ja? Belangrijk om te weten: Dus de token die je vanaf uh, zaterdag 28 mei om 8 uur Nederlandse tijd gaat zien. Dat is Luna en dat is dus de Terra 2.0 Luna. En uh, mensen die uh, Luna hebben vastgehouden gedurende deze hele collapse, en dat geldt ook voor uh, UST, die worden gecompenseerd. En er komt dus een AirDrop en die gaat ook morgen plaatsvinden. En hoe werkt die AirDrop? Nou, er is een snapshot gemaakt. Uh, van uh, wanneer en uh, hoeveel je rechten je hebt op uh, dus een nieuwe token Luna. Ik weet niet voor hoeveel geld de nieuwe Luna-token morgen te koop is. Ik verwacht wel veel volatiliteit uh, bij het uh, rebooten van Terra 2.0. Ja, die, die, ik zie het gewoon echt wel ook als een risico dat mensen dus massaal in Luna weer gaan stappen, waardoor dat de prijs heel hard omhoog gaat in beginsel. En als mensen dan, als die prijs dan bijvoorbeeld keer, nou ja, wat, wat laten we eens gek doen, laten we zeggen dat die prijs keer, keer vijf gaat, stel dat er dan vervolgens gedumpt wordt. Dus ik wil je daar wel voor waarschuwen dat er morgen veel volatiliteit op de markt kan komen. In ieder geval, als het gaat over Luna. En dus wees daar in ieder geval voorzichtig mee. Uh, nou goed, de AirDrop, er zijn de dus snapshots gemaakt, dat is natuurlijk het voordeel ook van de blockchain. Je kan precies zien welke adressen hoeveel. Luna hebben vastgehouden of hoeveel UST hebben vastgehouden ook op enkel protocol uh, en hier zie je dat ook dat uh, de pre-attack 7 mei uh, uh, nou dan uh, is het ook welke blokhoogte er is en vervolgens op 27 mei en dan wordt er gekeken van uh, hoeveel uh, wat je positie dus dan daar was en afhankelijk van hoeveel je van deze positie hebt krijg je dus straks ook een uh, allocatie en moet je daar iets voor doen moet je daar een formulier voor invullen nee er wordt gewoon gekeken naar alle adressen die, dus uh, nogmaals, Luna hebben vastgehouden. en UST. En er zijn dus ook exchanges die eraan meewerken aan deze airdrop. En dat is ook Bitfavo. Hè? Bitfavo uh, doet mee aan de migratie en Airdrop van Terra, Luna. En Binance is dat ook. Ik heb uh, ook nog even de linkjes naar het, uh, de blog van zowel Bitfavo. als van Binance. heb ik toegevoegd aan de beschrijving onderaan deze video. Kan je in ieder geval de details lezen. Bij Binance zie je ook dat de, het storten en opnemen van LUNA, de oude, en dat is dus uh, LUNC, LUNA Classic. En UST, dat is dus straks uh, UST Classic, C dus, dus USTC. En vanaf 28 mei het, heet het gewoon LUNA, en dat is dus de tweede generatie van de Terra-blockchain. Ja? Oké, okay, dus we hebben een nieuwe blockchain, we hebben geen uh, algoritmische stablecoin meer daar. Uh, maar het, het idee natuurlijk van UST gekoppeld aan, uh, aan Luna... Nou, dat is dus nu van de baan, dat is in versie 2.0 niet meer zo. Maar wat gaat nu die blockchain, hè, hoe goed die blockchain ook straks mogen zijn... wat gaat dan die waarde bepalen? Nou, dat bepaalt natuurlijk naar mijn idee... welke gedecentraliseerde applicaties er allemaal dus op de Terra blockchain blijven draaien ook... of welke misschien wel gaan verhuizen naar een andere blockchain... omdat ze hun hel ergens anders willen zoeken. Daar is nog veel on onduidelijkheid, onzekerheid over... Ik weet ook niet de tokenomics van Luna 2.0. Uh, daar is wel een, een schema gepost van welk percentage er wordt verdeeld hoe en wat bij de lancering van deze blockchain. Maar hoe het verder exact zit, weet ik niet op dit moment. Dus uh, ga daar ook zeker even eerst naar kijken als morgen alles ook live gaat... voordat je daar eventueel in gaat investeren. Ik ben zelf zeer terughoudend in het investeren in uh, Terra 2.0. Ja, en dan uh, eigenlijk een bericht uh, wat ik las. Uh, je ziet het bij op een website, newmoneyreview.com... ben ik terechtgekomen via Google in ieder geval. Uh, ik heb wel wat berichten voorbij zien komen over Celsius, dat die onder druk staat. En uh, uh, waar is dat mee te maken? Kijk... Crypto-lending-platformen, en dat geldt voor alle crypto-lending-platformen, daar zet je dus collateral neer als uh, consument. Uh, dus daar zet je je crypto dus neer. En of het maakt niet uit of het dan nou Bitcoin is of Ethereum is of welke currency dan ook of stablecoins. En die currency die je daar neerzet, die wordt dan gebruikt als collateral. Dus die weer wordt doorgeleend aan vooral traders. Ja? En die traders gaan dus met een, met een hefboomwerking gaan ze traden. En daarmee betalen ze best wel een hoge rente. Om dat te kunnen doen. En die hoge rente, daarvan gaat het grootste deel van de omzet natuurlijk naar zo'n lendingplatform. En een deel daarvan gaat naar jou, want jij hebt namelijk liquiditeit uh, aangeleverd bij zo'n platform als Celsius. En daar krijg je dus rente voor. Oké? Okay? Nou, wat gebeurt er nou als we dus een bear markt ingaan? Um, allereerst, mijn persoonlijke visie is dat over het algemeen. Dan zou het niet heel veel uit moeten maken of je nou in een bear market zit of in een bull Want als er wordt getraded, is er altijd beweging en volume. En dus is er altijd geld te verdienen voor alle partijen. Maar wat je wel ziet is dat um, Celsius een heel groot deel van de assets die daar neergezet zijn. Uh, ja, die zijn inmiddels nou ja, verdampt of in ieder geval of onttrokken. En natuurlijk een deel verdampt in waarde omdat de crypto beurs natuurlijk ongelooflijk gedaald is. Dus zeker 50% af. Dus uh, wat je ziet is dat op uh, 24 december 2021, jongsleden dus, we hadden zo'n 24 miljard aan collateral staan uh, bij Celsius. En dat is in ieder geval in mei, 17 mei, nou dat is niet zo lang geleden, 10 dagen geleden, was het nog 11,8. Dus dat is niet, aan de ene kant niet gek, want als crypto gedeelde 2 gaat, nou, dan zou je op 12 miljard uh, uit moeten komen. Dat is het ook ongeveer. Dus voor een deel is het gewoon de devaluatie van crypto en voor een deel is het dus ook dat er crypto ontrokken is weer uit de, uh, niet exchange, maar uit de lending platform van Celsius. Nou, vervolgens uh, zijn er nogal wat uh, rellen ontstaan, heb ik ook gelezen, over de native token van Celsius. En dan heb ik het over, uh, over CEL. Je kunt hier in de chart ook even meekijken. Ik zal het scherm even helemaal groot maken. En je ziet dat die, die waarde van die muntcel enorm gedaald is. En in de content die ik heb gemaakt over Celsius, maar bijvoorbeeld ook over Nexo. Um, dat uh, Je kunt dan hun token. Je kan dan, bijvoorbeeld, ik stel voor je, hebt een bitcoin, die zet je neer op Celsius en dan krijg je 5% rente, even hypothetisch. Maar als je dan uit laat keren in Cel, dan krijg je bijvoorbeeld 7% rente. Dan krijg je dus meer rente, maar dan krijg je wel hun eigen native token. Nou, als we kijken naar de all time high van Celsius in mei 2021, die lag rond de 8 dollar. En als we kijken waar Celsius nu staat, dus goed een jaar later, is 92,5% van de waarde eraf. Dat is natuurlijk echt, echt heel erg veel. Dus mensen die gekozen hebben, die hun collateral neerzetten bij Celsius, maar kiezen om hun cel uitbetaald te krijgen. Ja, dus stel je voor dat je 1000 euro aan rente hebt ontvangen een afgelopen jaar. Hè, als die koers gelijk zou blijven, nou, dan mag je daar dus 93% van inleveren als jij die CEL-token hebt. En dat is natuurlijk gewoon heel erg veel. 93% van 1000, dus dan hou je niet zo heel veel geld meer over natuurlijk. Dus mijn punt die ik wil maken hier is dat uh, ik ben zelf. Uh, ook geïnvesteerd in deze partijen: in Celsius, in Nexo, in UHoldler. Ik zit bij Crypto.com, naar nou, allerlei van dat soort platformen, omdat je dus bijvoorbeeld stablecoins daar neer kan zetten en dus een interessante rente kunt krijgen. Maar op het moment, stel dat zo'n Celsius niet meer aan zijn betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen, en stel dat Celsius dan failliet gaat. Dan kan je wel fluiten naar je centen. En dat is wel belangrijk om je te realiseren. Er geldt geen bankgarantie in de wereld van crypto. Ja, het is geen wettig betaalmiddel. Het is geen bankgarantie. Wat je bij euro's of dollars. Als je dat bij een Amerikaanse bank neerzet, zou dat ook gelden. Maar bij crypto is dat in ieder geval niet zo. Um, dus uh, stel je voor: je hebt nu uh, uh, al jouw crypto-kapitaal. of een heel groot deel daarvan. heb jij bij een van deze lending-platformen staan. Ja. En de bearmarkt gaat nog eventjes een stukje dieper. Misschien wel wat ik afgelopen maandag in mijn video zei. Stel je voor dat er nog eens 40% van de crypto waarde afgaat. Stel je voor dat die 40% net, net over het randje is... van wat bijvoorbeeld een Celsius of wat voor landing platform dan ook kan hebben. Stel, en er is weinig trading volume. Als er weinig trading volume is... En is dus weinig vraag naar collateral. Maar stel je voor dat ze er wel veel hebben staan, dan kunnen ze die rentes niet gaan betalen, want ze hebben ook geen inkomsten bijvoorbeeld. Dus wees je bewust van dat risico. Als de celmunt naar uh, 10 dollar uh, cent zou gaan, dan kan je afvragen: ja, heb ik daar dan last van? Is dat dan erg? Ik heb toch geen Celsius. Ik heb mijn munten daar staan, maar ik laat gewoon een like for like uitkeren. Dat, uh, het is sowieso uh, in deze tijd kun je verwachten dat zo'n munt, zo'n celtoken. ...het vertrouwen daarvan ook heel sterk afneemt... ...dat mensen massaal die munt gaan dumpen. Ja, dat is gewoon tricky bij deze currencies... ...en iets om je zeker uh, bewust van te zijn. Uh, ja, en kan zo'n munt dan weer omhoog gaan? Ja, tuurlijk kan het op termijn wel weer omhoog gaan. Als gewoon Celsius gewoon blijft bestaan... ...en die andere lending platform blijft ook gewoon bestaan... ...en er is straks weer een volgende bullmarkt... ...dan gaat die prijs ook wel weer omhoog... ...omdat iedereen dan weer massaal gaat instappen. Ja, en dan krijg je weer veel meer volume... ...en dan gaat uiteindelijk natuurlijk ook die waarde van die token weer omhoog. Maar dat zou wel... Een van de beweging kunnen zijn dat we in de toekomst kunnen we wederom weer zoiets verwachten. In ieder geval, als je dan kijkt naar de token van, van Nexo, toen ik de video maakte over Nexo, echt al een flinke tijd geleden, toen heb ik in het begin ervoor gekozen om uh, van een deel van mijn beleggingen daar, die daar staan, om dat uit te keren in die nexo tokens, zodat ik kon testen. In ieder geval met hoe zit dat nou met, uh, met die levels die je kunt krijgen? En dan word, krijg je dus meer rente. En uh, dan kan je niet één keer per maand gratis opnemen, maar een paar keer per maand. Wat het eventueel makkelijker zou maken ook uh, om het te ver, uh, steeds wat crypto te verplaatsen. Ah, fijn. Uh, als we kijken naar de piek van de Nexo token. En uh, dat was eigenlijk uh, vrij recentelijk hier. Ah nee, dat was niet de piek. Dat was natuurlijk dan ook uh, 21, maar dat scheelt niet eens zo heel veel hier. Als we hier kijken naar de piek in dat was dan november 21 dat was een 3,70 voor een Nexo-token. En als we dan kijken waar Nexo vandaag de dag staat, dan zie je dat er 67,3% van de waarde van de Nexo token ten opzichte van de all-time high in ieder geval afgegaan is. En hier staan ze ook nog even naast elkaar. Je ziet ook dat je kijkt naar het volume, zie je heel veel verkoopvolume. Er wordt op dit moment gewoon heel veel tokens gedumpt op de markt, Celsius. Dat geldt voor Nexo overigens ook. Er is gewoon geen enkele groene candle te vinden. Maar die zien we sowieso nu in crypto. Uh, is die vrij zeldzaam? Eh, omdat gewoon de hele crypto-markt en de beurs natuurlijk onder druk staan. Nou, dan waren we gisteren en eergisteren eindelijk weer eens een keer een plusje op de NASDAQ. En dan zou je denken: van, hé, hey, een plusje op de NASDAQ. Even kijken of die correlatie met crypto. nou nee, crypto ging gewoon nog wat verder naar beneden. Terwijl uh, de NASDAQ iets omhoog ging. Dus als je nu nog dat vinkje aan hebt staan van uh, ik keer graag uit in een Nexo uh, de native token. Kijk, het heeft één. nou ja, goed Als ik een voordeel kan noemen waarom je dat zou overwegen om te doen. Is dat als een token lager staat, krijg je er meer van. Ja, als jij voor, uh, voor 10.000 uh, euro aan stablecoins hebt staan, het rentepercentage is gelijk. Dus als je het laat uitkeren in een native token, krijg je meer. Alleen, wat nou als die token blijft bloeden. En dat er gewoon nog een keer theoretisch gezien, 80% vanaf gaat. Dan is het maar de vraag of het dan relevant is om dat op die manier aan te pakken en dus uh, daarvoor te kiezen. Of kan je dan niet beter kiezen voor een like-for-like? Like? Maar in ieder geval, wat het punt wat ik ook hier wil maken, is zorg ervoor dat je niet uh, 100% van je portefeuille bij één partij neerzet. Dat, stel dat er wat gebeurt, stel dat het, dat het omvalt, uh, ik, kan niet, ik kan niet zien of dat gaat gebeuren... Uh, heel veel mensen, en ik zelf ook, hadden niet verwacht dat uh, Luna en UST binnen 24 uur helemaal ver, ver, ver purpled, of ver, ver purpled, vermorzeld zou zijn. Het, dingen kunnen wel snel escaleren. Dus als het voor jou wel het geval is dat jij bijvoorbeeld je hele portefeuille ergens hebt staan bij een van die landingplatformen... ...zou ik in ieder geval zeggen, overweeg om het te spreiden. Ja? Dat al stel je voor de valt er om, dat je niet 100% van je vermogen wat je daar hebt staan, dat je dat kwijt bent in, in, in potentie. Dat zou natuurlijk zonde zijn. Tot slot uh, nog heel even kijken naar uh, de prijs van, uh, van bitcoin. De week is nog niet om. Ja? We hebben nog zaterdag en zondag. En dan gaan we naar de wekelijkse sluiting van, uh, van crypto toe. Dus ook voor bitcoin. En uh, je ziet dat nu echt gestruggeld wordt om ja, de absolute bodem van die 28.500 dollar om die vast te houden door bitcoin. Maar eigenlijk als je kijkt op de weekly, en dat doen we hier. Dan kun je zien ten opzichte van de sluiting wekelijks. Dat afgelopen week uh, bitcoin, of nee, de week zelfs de week daarvoor al, al twee weken geleden, onder dat niveau gesloten is van zo'n uh, 31.700 dollar. En dat is qua structuur van de markt en van bitcoin. Is dat een slecht teken. Ja? Als die double tap, waar we dus dan over praten, we praten er al maanden over. Dat die wordt gevalideerd wanneer bitcoin zakt door de bodem van de eerste correctie. Nou, en officieel is de bodem dus. Uh, dat is hier. Hè, dat kan je hier goed zien. Dat is deze Wig. Dat is in ieder geval het laagste punt. Maar omdat een Wig, uh, is altijd een momentopname. Als er een crash is, dan, dan is dat een momentopname. En zeker op wekelijks niveau vind ik altijd prettig om te kijken. Op macro-economisch niveau kan je gewoon net de structuur wat beter volgen, anders dan gaat het wellicht alle kanten op en wat voor informatie haal je eruit. Maar in ieder geval, dat is dus wel het niveau van die 28.500 dollar. Nou, we zien dat Bitcoin nu op 28.787 dollar staat. En ja, er is nog niet echt een teken van een van de relief rally. Um, als die wel gaat komen, overigens, nou ja, wat zou je dan, uh, waar zouden we dan rekening mee moeten houden? Hoe hoog en hoe hard kan die prijs dan stijgen? Nou ja, in eerste instantie laten we eens kijken wat er voor Bitcoin nodig is om weer boven die rode lijn te komen. En dan praat je in ieder geval over een stijging van ruim 10% voor Bitcoin. En dat zou dus uh, uh, ja, goed uh, voor de altcoins ook gunstig zijn als dat zou gebeuren. Maar ja, weet je eigenlijk alles. Uh, onder, en dan laat ik ook even op de weeklies uh, gewoon even blijven spreken. Eigenlijk alles onder zo'n 47.000 dollar. Ja, uh, daar kan gewoon keihard een rejection gaan komen. En 47.000 dollar is 63% erbij. Nou, dat zie ik echt in de komende periode zeker niet gebeuren. Dus dan zou je eerder een soort rally kunnen krijgen. Nou ja, misschien wel naar het niveau van 36.000, 37.000 dollar. Als we kijken hier naar deze structuur, en dan zal die mogelijk daar een rejection gaan krijgen. Dus ook al gaat crypto in de komende weken een pump krijgen, wees heel erg voorzichtig. Omdat het kan gewoon weer een fake out zijn. En dat het daarna alsnog uh, crypto door zijn hoeven gaat. En dat we dus voor Bitcoin gaan zien dat die prijs hier door deze uh, gouden box heen gaat zakken en daar ook gaat blijven. En voor de mensen die uh, mijn kanaal nu voor de eerste keer zien: ik heb een aantal uh, maanden geleden deze box getekend. Dat het een hele interessante buy opportunity kan zijn als bitcoin in deze box of lager gaat komen. En waarom zeg ik of lager? Kijken naar de data die er is vanuit het verleden. Eh, zou de bodem, van, uh, de, uh, de bodem van de correctie van Bitcoin zo'n 25.500 dollar kunnen zijn. Echter, ik heb ook afgelopen maandag aangegeven dat als nog steeds de problemen natuurlijk Rusland-Oekraïne aanhouden als China nog steeds niet uit die strenge lockdown gaat komen, waar je gaat merken dat er dus wereldwijd allerlei issues zijn in de logistieke keten. Ja, de covid is ook gewoon nog steeds een issue. We hebben hoge inflatie, dat betekent dat de renteverhogingen nog ook doorgevoerd gaan worden. Dat zijn allemaal slechte dingen voor de economie en ook slecht voor crypto en de beurs ook. Dus afhankelijk van in welk tempo we in 2022, begin 2023 langzaamaan positieve dingen gaan zien over deze aspecten... dan pas verwacht ik dat die bounce gaat komen... en dat we langzaamaan weer uh, in de trend omhoog kunnen gaan vinden. Dat verwacht ik voorlopig dus nog niet. Dus ja, als er straks nog weer een dump gaat komen van Bitcoin... dan zal je zien, altcoins gaan nog veel harder bloeden... en Bitcoin gaat ook gewoon nog bloeden. Dus daarom had ik ook al aangegeven... als we uitzoomen in de markt van wat is dan een realistische volgende uh, eerste... ...steunpunt, om het maar even zo te noemen. Stel, deze gouden box wordt niet gehouden. Nou, dan kan je zeggen van, oké, okay, de laatste all-time high van 2017, begin 2018... ...dat ligt zo rond de 19.000 dollar. Maar goed, als je dat niet zou houden en zou nog verder terugzakken... ...dan kan je in ieder geval op basis van de structuur hier... ...ik zou je hier een lijn kunnen tekenen... ...wellicht op het niveau van zo'n 11.500 dollar bijvoorbeeld. Afhankelijk van hoe heftig het gaat worden de komende maanden... Uh, ...zullen zijn dit soort prijstargets uh, prijs, uh, niet onrealistisch. En als eerste, maar eens even kijken of die door de 25.500 dollar gaat zakken. Dat is, gaan we eerst maar eens even bekijken hoe snel of hoe makkelijk dat gaat. En dan gaan we wel weer verder zien, stap voor stap. Het enige wat ik uh, wel wil benadrukken is dat... by the dip is gewoon heel erg tricky nu. Omdat je weet gewoon niet hoe ver het nog verder gaat zakken. Als je nu altcoins ziet, ik zie ook altcoins. Mijn hele altcoin portefeuille... Die is natuurlijk behoorlijk gedecimeerd. Dan denk je van jeetje Mina, een half jaar of een jaar geleden als je toen tegen dit soort prijzen die altcoins kan kopen, dan dacht je echt van wow, dan had ik echt, dan, dan maak je echt geld. Hè? Dus de kansen komen nog wel. Je moet gewoon geduldig zijn. Je moet gewoon wachten wachten tot die storm even uh, voorbij is. En dan op een gegeven moment gaat er een punt komen. Dat ga ik ook zeker doen, en dat zal ik ook meenemen op dit kanaal. Er gaat een punt komen dat je denkt. Oké, okay, er is perspectief op beter. Dus dan kan je ook langzaam weer gaan invaseren met uh, geld wat je gewoon in je beleggingsportefeuille hebt, wat je liquide hebt. Dan kan je daar weer stappen gaan zetten om weer terug te gaan kopen. En uh, dat is ook precies wat uh, ik ga doen. Ik wacht gewoon de komende periode nog even af, hoe verleidelijk het ook is, dat je denkt, oh, sommige altcoins zijn nu echt al zo goedkoop. Wat een koopje. Als je dan kijkt naar de, naar de charts en je denkt naar de potentie, langer termijn. Ik ben super bullish op crypto, langer termijn, vergis je niet. Dan denk je echt van waarom zou ik eigenlijk nog wachten? Want het is toch al nu al zo'n heel mooie prijs. Ja, dat kan wel zo zijn. Alleen als er nu nog een keer 50% vanaf gaat. dan moet het nog een keer weer 100% stijgen. om uiteindelijk die investering die je op dat moment gedaan hebt. weer te evenaren. Terwijl als je gewoon geduld hebt en de markt zakt nog wat verder weg. stel dat dat gaat gebeuren. ja, dan kan je natuurlijk daar uh, laat langer termijn ook weer hele mooie rendementen mee behalen. Het is gewoon bewezen dat. Weet je, crypto is een super volatiele markt. Punt. Ja. We zien enorme pumps en we zien enorme dumps. Ja, dus je kunt soms wel 1000% stijgen en dan bam, gaat er gewoon 70% vanaf. Om vervolgens nog een keer 300, 400% te stijgen. Dat is gewoon niet onrealistisch in deze markt. Dus winst nemen is heel erg belangrijk. Als we straks weer gaan kantelen en de weg naar boven wordt langzamerhand weer vervolgen... ...zal ik daar nog meer aandacht aan gaan geven om ook af en toe je winst te gaan nemen. Ik heb een video over gemaakt... Over mijn exit strategie, die is al uit augustus 2021 meen ik. Hoe ik vertel hoe ik, zeg maar, in de weg naar boven steeds een paar procent uh, van mijn portefeuille afroom om dat als winst te nemen. En bijvoorbeeld in stablecoins neer te zetten of te verplaatsen naar mijn, uh, mijn uh, beleggingsportefeuille. En dan veilige beleg in ETF's en trackers. Want dat is gewoon voor een hele lange termijn. En daar slaap ik heel goed op. Want het is gewoon vrij. Uh, conservatieve manier om rendement te maken waar je gemiddeld nog steeds uh, bewezen over de laatste 20 jaar met enige gemak gemiddeld 8% rendement mee behaalt. En dan denk je natuurlijk ja, 8% dat kan je met crypto in een halve dag doen. Ja, maar ja, het kan ook 60, 70, 80, 90% dalen. En uh, ja, goed, snel rijk worden. De kans betekent ook dat je relatief snel arm kunt worden in theorie. De dus spreiden van je portefeuilles zijn gewoon belangrijk. Hier wil ik het bij laten voor deze video. Ik ben benieuwd uh, hoe jij dat aan het volgen bent, wat je aan het doen bent met bijvoorbeeld die tokens als CEL of Nexo, uh, hoe je bent, uh, hoe je diversiteit is en niet alleen in portefeuilles bij de verschillende exchanges, maar dat je ook bijvoorbeeld uh, je, je cold storage op orde hebt, afhankelijk van de grootte van je portefeuille natuurlijk. Het is gewoon belangrijk om goed te evalueren waar je staat. Als je er hele slechte nachten van hebt en je, je voelt je nerveus, je voelt je niet prettig, dan ben je overexposed in crypto op dit moment. Dat is niet goed. Dus dat, doe even een stapje terug, zoom even uit. Ga even opnieuw kijken van wat is mijn totale liquide positie op dit moment? Hoeveel geld ben je netto waard? Al je beleggingen bij elkaar en in het geld wat op je spaarrekening staat. En hoe is dat verdeeld? Hoeveel procent gaat er naar crypto? Hoeveel procent gaat er naar andere beleggingen? Hoeveel procent gaat er naar andere assets uh, zoals uh, edelmetalen of uh, andere dingen? En kijk, en kijk nog eens even van is die balans nog op orde voor jou? Als je denkt, nou, het, het, het leunt veel te zwaar naar links, dan moet je gewoon daar wat van die stapel afhalen om het te verplaatsen naar een rustigere asset, zodat jij ook die rust weer terugkrijgt. Want als je nerveus wordt, neem je waarschijnlijk te veel risico en dan kun je in potentie ook eh, onnodig veel geld verliezen. Dus dat doe ik zelf ook en dat doe ik niet één keer per jaar, dat doe ik eigenlijk wel continu. Dat ik kijk, oké, okay, hoe ben ik eh, blootgesteld aan risico's? Eh, ik ben zeker niet al in een crypto. Uh, dat is veel te, veel te volatiel, veel te riskant. Dan kun je wel denken: ja, maar ik ga al in een crypto en dan word ik misschien superrijk. Dat is al niet de goede instelling, dan word ik misschien superrijk. Het gaat erom dat je investeert in assets voor de langere termijn, uh, die je dan op een lange termijn uh, groei geven van je vermogen. En mijn visie is nog steeds dat met crypto op lange termijn, als we nu 5 jaar, tien jaar vooruitkijken en we gaan deze video nog eens even terugkijken, dan is mijn verwachting zeker dat het een stuk hoger zal staan dan waar we vandaag de dag zijn. Maar goed, dat is natuurlijk altijd een de zekerheid heb je daar niet. Daarom moet je zorgen dat je gespreid bent. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Als je nog niet geabonneerd bent, vergeet je zeker niet om te abonneren. Laat even een duimpje achter als je het leuke content vindt. En dan zie ik je graag weer terug in de volgende aflevering. En dan wens ik je nog een hele mooie dag. Tot ziens.